De smokkel van parwaplantjes moet gereduceerd worden, dit zei Abbas Nourejo, vertegenwoordiger van visserijorganisaties, tijdens een informatiebijeenkomst georganiseerd door het Green Heritage Fund Suriname. De bijeenkomst was bestemd voor belanghebbende groepen die over de impact en de voordelen van het Surinaamse mangrove-ecosysteem van gedachten wisselen. Nourejo zegt dat gebleken is dat de smokkel van de plantjes nog niet voldoende is teruggedrongen. Dat stuk het kappen of het illegaal rapen van parwa, dat een beetje te reduceren. Ik zeg reduceren omdat het nog niet helemaal, ik persoonlijk ben nog niet helemaal tevreden. Het wordt nog steeds hier en daar wat parwa, met een mooi woord gezegd, gesmokkeld. Er zijn natuurlijk ook andere alternatieven, omdat dat verboden is, omdat dat niet mag. En we willen ook werken aan het stukje kustbescherming, maar ook aan het stukje milieu. Wat doen wij als alternatief? We kiezen dan voor een andere houtsoort. En dat is één, hout vanuit de houtzagerij en de jamboom. Ik had eerder hierover ook een presentatie gehouden in het district Koroni. En een paar mensen uit de zaal wisten mij te vertellen dat die boontje ook goed is voor het roken van vis. Abba zegt verder dat het probleem achter de smokkel van de parwaplant is dat er gekozen wordt voor het makkelijkste alternatief dat te vinden is langs de kust. Dit terwijl de andere bomen zoals de Südbonki ook dezelfde functie hebben. Abba zegt dat hij met collega's heeft gewerkt aan de bewustwording van vissers die hout verkregen uit parwa en mangrovebomen gebruiken voor hun netten. De ravage die gepaard gaat met het kappen van deze bomen is enorm en wekt zorgen.